Hoe reageer je als overheid snel op een innovatieve manier op maatschappelijke problemen? Met het Startup in Residence-programma nodigen diverse overheden startups uit om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit landelijke, provinciale en regionale ambities. Startups krijgen hierbij begeleiding van coaches binnen de overheid. Zo kunnen zij hun creatieve plannen vanaf een eerste conceptfase tot een passende oplossing ontwikkelen voor een concreet probleem in de samenleving. Wat het programma inhoudt, welke uitdagingen er zijn en wat het jou kan brengen, leer je in de nieuwe online course Overheid opent deuren voor startups. De MOOC is opgebouwd uit 5 inzichten waarin sprekers vanuit het hele land vertellen over hun ervaring binnen het Startup in Residence programma. Zo zien we in het eerste inzicht wat het programma inhoudt en wat complexe ambities zijn. In het tweede inzicht wordt dieper ingegaan op het belang van het versimpelen van aanbestedingsprocedures voor innovatie. In het derde inzicht wordt aandacht besteed aan wat het invoeren van het programma in een overheidsorganisatie vraagt van ambtenaren. Hoe verhoudt de samenwerking met start-ups zich tot de traditionele manieren van werken? In het vierde inzicht komen de al bereikte resultaten binnen het programma aan bod, waarbij de overheid een door haar ervaren vraagstuk presenteert en de start-up de oplossing die zij daarvoor ontwikkeld heeft. Tot slot zal in het vijfde inzicht nogmaals de waarde van het programma getoond worden met een oproep aan alle overheidsorganisaties in Nederland om mee te doen. Laat je inspireren door het Startup in Residence programma en zie wat het programma jou kan bieden. Kijk binnenkort de 5 inzichten van de MOOC Overheid opent deuren voor start-ups.